Mijn naam is Denise Maas en ik ben consulent bij Annex MTB. We hebben het voorschakeltraject huishoudelijke hulpen. En we hebben dit project opgestart omdat er een groot landelijk tekort is aan hulp in de huishouding. En we zien dat mensen eigenlijk staan te springen om hulp. Werkgevers zijn hard op zoek naar mensen en we hebben heel veel mensen die dit werk graag willen doen. Maar ze vinden elkaar niet of er is toch een mismatch. En wij hebben gezegd, nou, dan gaan we in dit project kijken hoe we deze mensen toch werkfit kunnen maken. We hebben verschillende trainingen in het leven geroepen. De vaste trainingen die we hier altijd aanbieden, zoals het digitaal vaardig worden en een taaltraining. Maar ook trainingen die de werkgevers speciaal voor dit traject bij onze locatie zijn komen geven. En daarnaast hebben we aan de mensen, aan de deelnemers gevraagd via wat willen jullie leren. De trajecten worden echt aangepast aan de wensen en de huidige belemmeringen van de deelnemers. Daarnaast proberen we hen wat werkfit te maken door uren op te bouwen bij ons op locatie, door verschillende werkzaamheden uit te voeren. Bijvoorbeeld het werken in ons schoonmaakteam of het werken in onze doorgeefwinkel. De doorgeefwinkel is in het leven geroepen toen de energietarieven gingen stijgen en mensen het financieel wat moeilijker kregen. Toen zijn wij mooie winterkleding gaan inzamelen om ervoor te zorgen dat iedereen ook gewoon een beetje warm de winter doorkomt. En onze deelnemers aan het voorschakeltraject oefenen daar om hun klantvriendelijkheid te verbeteren of de hulpvaardigheid te verbeteren. Een stukje dienstverlening. Dus dat is ook onderdeel van ons voorschakeltraject geworden. Mijn naam is Nirangela en roep voor hier Hetty en ik werk voor mijn aanbieder voor ambulant thuishulp voor de oudere mensen, zeg maar. Ik vind het fijn dat hen kan helpen zijn. MTB had mij eindelijk gebracht, de tijd werken, hoe moet je aanpassen worden, zeg maar, zo'n gesprek toegang, sollicitatiegesprek, zo, dat zo duidelijk. We vinden het zo mooi dat de werkgevers zo betrokken zijn, dat de kandidaten echt een kans krijgen. En natuurlijk ook dat sociale zaken zo betrokken is op deze manier, de WMO, social return, dat iedereen gewoon met ons aan tafel is gaan zitten, daar een tijd heeft geïnvesteerd en dat dit dan het resultaat is, ja, dat is prachtig.